varen op de Oosterschelde. Windkracht 5 ongeveer uit het westen. Aan de einde zie je de Zeelandbrug. Dat is ongeveer waar de wind vandaan komt. Gisteren woei het windkracht 7. Dus zij blijven liggen bij de voorkracksluis. Maar vandaag wilde het wel eens gaan proberen. Je ziet dat de golven nu nog wel meevallen. We zitten nog een beetje in de luwte van het land. Aan stuurboord. Het wordt straks nog wat erger. Dus wat meer in het verlengde van de Zeelandbrug en de rest van de Oosterschelde komen. We varen richting Witte Tonnenvlei. Zo meteen aan het bakboord draaien we in. En waarschijnlijk krijgen we op dat moment de sterkste golven. Dan krijgen ze ook een beetje van zij. Dus we proberen koers te varen. Waardoor we die golven eigenlijk nergens dwars in krijgen. Even kijken of dat gaat lukken. Het is wel zo dat meestal op film golven en wind wat minder hevig uitzien dan in het echt. En je voelt het schip natuurlijk ook niet bewegen. Maar het is echt wel een stevige 5. Maar het is goed te doen. We zijn inmiddels opgelopen door een aantal andere schepen. Recht vooruit zie je een schip redelijk ver weg wat de Witte Tonnenvlei aan het indraaien is. Er is er net eentje uitgekomen, die gaat schuil achter het schip aan het bakboord. En je ziet ook dat we allemaal een beetje een andere koers voor liggen bij de Witte Tonnenvlei te komen. Maar het zijn natuurlijk allemaal andere type schepen, andere beladingsgraden. Dus we moeten wat verschillend met die golven omgaan. Als je goed kijkt, zie je net over bakboord de rood-groene scheidingston liggen. Die moeten we aan onze bakboordzijde houden. Heel goed kijkend, recht vooruit vrijwel, zie je ook de groene ton. En tussen die twee gaan wij zo meteen in. Je ziet dat wij een totaal andere koers liggen als de andere schepen. Maar wij gaan proberen om eigenlijk de draai te maken als we tussen de scheidingston en de groene ton invaren. Het is namelijk bijna laag water. Dus de zandplaten zijn aardig boven water aan het komen. En er ligt een plaat tussen de Witte Tonnenvleien en de richting waar de wind vandaan komt. Dus ik verwacht eigenlijk dat de golfvorming zodra we er binnen zijn een stuk minder. Kun je de tonnen waar we tussenin gaan varen veel beter zien. Je ziet dat de golven schuin inkomen, precies wat we willen. Dan gaan we zo de draai maken. Er komt niks van de andere kant, want anders zouden we hier natuurlijk niet kunnen varen. Er zou een andere oplossing moeten zitten.
water liggen al niet helemaal boven, maar toch niet wel hoog. Ja. Dus ik kom al heel snel in wat rustiger water. Ja. En dan heb ik geen moment helemaal het waar zin van. Dat is mooi. De wind is nog steeds even hard, maar je ziet dat de kant waar hij vandaan komt is heel belangrijk. Het maakt alles uit. Want hij komt nog steeds uit het westen, maar we varen nu op een koers waardoor het grootste deel van het land de wind breekt. Ze hebben er nog nauwelijks last van. En straks krijgen we iets meer in de kont zelfs. Dus geen enkel probleem meer. We zitten hier nog in het Brabants vaarwater. Daar aan stuurboord zie je zelfs de zandplaten die boven water liggen. Het is nog steeds hetzelfde, maar we denken dat het allemaal lukt. We hebben gisteren heel veel schepen verwaaid geleden, dus het is nu heel druk. Iedereen is bezig met zijn oversteken. Zoals je Zeeland niet met het IJsselmeer en het Markermeer kan vergelijken.